Duran Duran, de nieuwe single heet Ordinary World. Vandaag in de vierde klasse A de wedstrijd MMO tegen SVLV. We hebben aan de telefoon Marcel Lek. De wedstrijd hier inmiddels een kwartier gespeeld. Ik ben wat laat. Het kwam omdat mijn haspel kapot was. Dat was een lijnverbinding tussen de telefoon en de set. Die deed het wel, alleen was te lang. Nou, ik moest dus even heel snel naar het hockeyveld en uit Wetering om de zaak om te wisselen. Nou, dat doet er niet zoveel toe. We staan hier een kwartier in de gang. Er is niet zo gek veel gebeurd. In de tiende minuut een schot op de paal vanaf SVLV. Ik weet niet vanaf welke man de trap afkomstig was. In elk geval de stand nog 0 tegen 0 in het aanval. Erik Borst met een schot op het doel van Rob Hanaert. Die staat op het doel van SVLV. En meteen de opstelling dan van SVLV. Eigenlijk dezelfde als vorige week tegen Albania. Toen SVLV won met 4-1. En Fokker van der Rijt, coach van SVLV, heeft natuurlijk gedacht van ja, winningteam natuurlijk nooit veranderen. Maar MMO is een hele andere tegenstander. Dat zal zeker wat minder ruimte geven in de defensie. Hoewel, op dit moment is ziek Jan van Leijden. Wacht even, Sjaak van Leijden is dat. Die mensen moet je even uit elkaar houden. Op doel staat Jan van Leeuwen, achterste man Sjaak van Leijden. Nou, dat is geen achterste man, daar staat Hans van Gozen. Dat is een man die eigenlijk overal inzetbaar is, dus dat betreft niet zo'n probleem. Doelman Jan van Leeuwen dus, Erik Borst achter, voor MMO is dat dan Richard van der Geest. Hans van Gozen dus, zoals ik al zei, achterin. Jeroen Jansen, voorstopper, middenveld Thijs Moren, Koos van Tol, Hubert Verstegen. En voorin loopt Rob van der Meer, Ed Borst en Hans Wisseldorp. Dus wat dat betreft ook niet echt grote wijzigingen in het team van MMO. Wissels, Jan Hogeboom en Leo van Tol. Dan de ploeg voor SVLV. Ik zei het al, dezelfde opstelling als vorige week, met uitzondering dan de doelman. Daniel Green, die is een beetje ziek. Maar die had toch niet doel gestaan, want Rob Hanaert, dat is de eerste keeper voor SVLV, die vorige week op de bank zat omdat hij de hele tijd was geblesseerd. Dus Rob Hanaert weer in doel. Dan moet ik zeggen dat ik de opstelling niet heb opgeschreven, omdat ik een pen heb waar de inkt uit is. Dus wat dat betreft, ik ben een beetje geavond vandaag. Het is een beetje schiprun. Nou, even uit mijn hoofd, wat staat er in hetzelfde voor SVLV? Doel, Rob Hanaert, achterste man, Sjaak van der Werf, Ed de Bruin en Berry van den Berg, backspelers. Jelle Raap, zoals gebruikelijk, voorstopper, verder op middenveld. Even kijken, Dick van der Wallen. Wie zie ik nog meer lopen? Voorin, in elk geval, Björn Kantervisser en Niels Karmans. Dick van der Wallen, Wouter Vosmeer. Even kijken. Nou, die andere twee, daar kom ik zo meteen wel even op. In elk geval, de wedstrijd hier, dus op dit moment 17 minuten ongeveer gespeeld. Ik neem aan dat de wedstrijd precies om 2:30 is begonnen. Scheidsrechter, dat is de heer Verbeek. Coach voor, met MMO natuurlijk, Ab Kolkman. En de coach voor SVLV is Fokker van der Rijt. MMO de laatste wedstrijd gewonnen vorige week tegen Teilingen met 0-2. Speelde goed. En SVLV, moet zeggen, vorige week matig. Dat heb ik al zo vaak gezegd toen. Albania speelde slecht, schepte veel ruimte in de verdediging. En daardoor kon SVLV uitbreken middels Björn Kantervisser en Niels Karmans, die heel goed zijn in die situatie om op het doel af te stevenen. Nou, ik zeg al, MMO is wat stugger dan Albania. Hoewel, ja, Albania, daar zit dan net op dit moment, hebben we het niet over. MMO op dit moment een paar wedstrijden verloren. Dat is de wedstrijd in eerste instantie tegen SVLV. We nemen nu een aanval mee, Thijs Moren, met Ed Borst. Ed Borst pit voor zich, Ed de Bruin. Thijs Moren wederom, die gaat naar Rob Vermeer. En Rob Vermeer die de bal verspeelt aan Dick van der Wallen voor SVLV. Dat betekent dat SVLV kan gaan counteren inmiddels. Björn Kantervisser met naast zich Koos van Tol en Jeroen Jansen. En op dit moment uitverdedigen door Hans van Gozen. Maar dat wordt niet gegeven. Het is een corner voor SVLV. En we hebben dus 3 wedstrijden verloren. De eerste wedstrijd die ze verloren was SVLV. Dus misschien kunnen we dat verhaal omdraaien vorige week. Dat MMO nog een appeltje heeft te schillen van SVLV. Dat we dat vorige week hadden met Albania ten opzichte van SVLV. We gaan kijken wat het gaat opleveren. Het is een vrije trap overigens. Peter van Veen. En dan is het Niels Karmans die de bal ernaast komt. We houden hier voorlopig even bij. We komen hier zeker nog terug. Het is een belangrijke wedstrijd. MMO gedeelde tweede plaats. SVLV staat er 2 punten achter. Wil SVLV nog enigszins meedoen om het om een belang? Dan moet het hier eigenlijk wel winnen, want of het moet gokken op de eerste periode. Maar daar beginnen we volgende week mee met Lisse en Dozeer gezamenlijk. 18 minuten gespeeld op dit moment. De wedstrijd MMO SVLV in stand van 0 tegen 0. We keren terug naar Alkmaar tegen Dozeer. Ik denk inmiddels rust. We horen Annette van der Meer. Nee, nog geen rust, want er is een aantal keer een blessurebehandeling geweest. Alleen wel weer wat pech met de apparatuur. Ik sta dus weer binnen en zit niet op het veld. Maar hebben jullie gelukkig weer aan de lijn en kan vertellen dat het hier nog steeds 1 tegen 0 staat. Of gewoon door ze toch op jacht is naar die gelijkmaker. Ook nu weer Dick van der Meer aan de bal. Die gaat richting de middenstip, de penaltystip, maar komt daar niet aan. En dan maakt Freek van Ulde Hens van Alkmaar. De scheidsrechter gaat hem ook opschrijven. Het gebeurde alweer een stuk van het doel verder. Maar het is hier spannend en zojuist was het ook een hoop herrie, een hoop lawaai. Ik keek naar buiten en hoorde dat iemand van Dozeer een grote kans had gemist.
Nogmaals, Dozet heeft toch het betere spel, heeft meer kansen, knokt wat harder. Maar Alkmaar staat natuurlijk op voorsprong en die proberen die voorsprong te behouden. Het is Dozet die steeds met de kansen komt, maar nog niet dat net kan vinden, nog niet kan scoren. En dat is heel erg jammer. In de 32e minuut was het Dick van der Meer die net naschoot. In de 33e minuut was het een buitenspel doelpunt van Ed Muller. Hij had de 2-0 alweer in het net zitten, maar die werd niet geteld, want hij stond buitenspel. Verder heb ik gezien dat Marco van der Meer niet meer de directe verdediger is op Ed Muller, maar dat is Ed Hogeboom geworden. Waarschijnlijk is dat na dat eerste doelpunt gebeurd, maar Ed Hogeboom speelt dus nu op Ed Muller. Verder, Dick van der Meer die nog een voorzet gezet gaf op Ger van der Zet. Dat was in de 43e minuut. En ja, Ger kon net zijn voeten niet bijkrijgen om hem in te tikken. Want hij hoefde alleen maar zijn voeten tegenaan te zetten. En de bal zou in het doel rollen. Maar dat gebeurde net niet. Nu kan ik vanuit de commissiekamer zien dat Patrick van der Meer aan de bal is voor Dozet. Patrick van der Meer dribbelt wat om een tegenstander heen. Speelt hem helemaal naar de zijkant naar Leslie van Es. Maar die bal gaat over. Dus Alkmaar kan gaan inwerpen. Het is Martijn Masterbroek die dat doet op. En dan moet ik heel ver wegkijken. Ik dacht Marcel Hogeboom. De bal wordt weggetrapt door Ed Hogeboom, maar het is nu rust. Ik ga kijken wat er aan de hand is met mijn haspel of met mijn apparatuur. De ruststand hier bij Alkmaar Dozet is dus 1-0 in het voordeel van Alkmaar. En we komen zeker straks nog bij jullie terug.